VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV pakt opnieuw een punt. Zometeen de beelden. Maurie Stijn ontkracht verhalen over vertrek en we blikken vooruit op opnieuw een thuiswedstrijd. VVV met hier voor het eerst Romeo Kastelen. Gekaatst door T. Voorzet Moreno Rutte. En daar is al bijna een doelpunt voor VVV. T kopt de bal voorlangs. Post die rechtscentraal speelt in de defensie van VVV. Dat hier opnieuw in de aanval gaat met Vito van Krooi. En nu zit hij er wel in. Wat een desastreus begin in een dramatische week natuurlijk voor Groningen. Van Krooi schiet hem binnen. Belangrijk dat hij weer fit is voor VVV. En de ploeg van Maurice Stijn razendsnel op voorsprong. Kastelen kan nu zelf. Oh, dat is bijna raak. Het was T uit de draai. Bakuna, mooie paas. Doan. En dan moet de Japaner gaan scoren. En doet hij dat ook. Het staat gelijk binnen het kwartier. En dat is een prachtig doelpunt. En dat doelpunt komt niet uit het niets. Want je kon al zien dat Groningen beter ging voetballen. En het staat gelijk in de koel. Oh, Kastelen is twee man kwijt. Kastelen! Goeie redding van Pat. Van Weert. Nu komt hij los van Post. Van Weert op weg naar een doelpunt van Weert. Maar hij schiet hem naast. Corner van Leemans. En daar een hele goede kopbal, zeg. Het hoogtepunt van deze tweede helft. De kopbal van Reuseler. Van Krooi. Hunte is fris. Zoekt de positie in de spits op. Hunte. En de redding van Pat. Afgemeten voorzet van Vito van Krooi. Leemans mag het nog één keer gaan proberen. Van Nief is de specialist van Groningen. Leemans is dat bij VVV. Van richting veranderd, Pat met de redding. En in de rebound naast geschoten. Tjonge jonge. Weer was het Reuseler die daar gevaarlijk was. En zo kent VVV FC Groningen nog een spetterend einde. Want heeft de scheidsrechter Van de Graaf inmiddels afgefloten. En eindigt deze wedstrijd in een gelijkspel in 1-1. Maar wat was VVV in de laatste seconde van de wedstrijd nog dicht bij de overwinning? Uiteindelijk toch wel blij dat we een punt gepakt hebben. Hè. We zijn het hele seizoen al punten aan het sprokkelen. Had misschien wat meer ingezeten, zeker op basis van de eerste 10 minuten. Maar ik vond dat na Groningen toch wel het betere van het spel hebben, zonder heel gevaarlijk te worden. Dus Groningen het betere veldspel, wij de betere kansen. Dus ik kon wel leven met een punt. De eerste 10 minuten waren zeer goed. Alleen ik denk dat we nog één keer vergeten te scoren, waardoor we eigenlijk niet Groningen helemaal uit de wedstrijd halen en ze nog een leven laten. Ik denk als we twee keer scoren in de eerste 10 minuten tot het wel een 4-5-0 zou worden. Een beetje noodgedwongen omdat Gerald en Damien niet voorhanden waren. Hebben we gekozen om met 5 spitsen te gaan spelen, eigenlijk om ze te overrompelen. Ja, dat is natuurlijk gelukt, alleen het is jammer dat je dan maar 1 goal maakt. En dat je eigenlijk in de eerste aanval die zij hebben gelijk een tegengoal krijgt. Dus dat is jammer. Door één moment van zo'n slaapmoment was het een beetje, lieten ons een beetje uit het spel halen. Geven de goal weg, het staat opeens 1-1 en daarna is het een open wedstrijd waar Groningen misschien aan de bal iets beter was. Maar wij vond ik de wat betere kansen hadden in het eind nog. Jij zelf bijvoorbeeld, beschrijf eens. Ja, één keer uit een corner met de kop op de lat. Dat was jammer. En de laatste seconde van de wedstrijd eigenlijk waar de bal opeens in de 16 op de grond valt. En ik probeer gewoon uit de draai zo snel mogelijk te schieten.
Hij raakt de bal niet helemaal goed, de bal gaat links naast. We waren, zaten in dubio of een extra controleur op het middenveld of ja, met 5 aanvallend ingestelde spelers. Dat is de keuze geweest achteraf en daar sta ik nog steeds achter. Alleen het is jammer dat het uiteindelijk maar leidde tot maar 1-0 en dat, anders had het helemaal compleet geweest. Maurice Stijn wordt de laatste tijd volop in verband gebracht met andere clubs, waaronder de tegenstander van komend weekend, Vitesse. Toch heeft volgens de trainer geen enkele club zich officieel gemeld. Het feit is dat er heel veel trainerswisselingen aankomende zomer gebeuren. En omdat je al een aantal jaren, een goede indruk maakt bij de mensen, word je al heel snel aan clubs gelinkt. Maar voor mij is het heel simpel. Er is helemaal nog niks voorbij gekomen. Er is nog niemand gemeld. En voor mij is het enige wat telt is VVV nu. Ik wil zo snel mogelijk veilig spelen. We zijn bezig met spelers voor volgend jaar al. We gaan komende weken met alle jongens praten waar de contracten of de opties van aflopen. En dat is het enige wat voor mij telt op dit moment. Ja, ik kan me ook voorstellen, als jij wel met clubs in gesprek zou zijn, dan ga je dat nog niet melden aan journalisten bijvoorbeeld. Dat ook, maar dat lijkt me logisch, maar het is ook niet zo. Dus, en de club weet dat ook. En de desbetreffende clubs die met mij in verband worden gebracht, die weten ook dat, dat er geen contact is geweest. Dus zo simpel is het. Het contract van Stijn loopt nog door tot medio 2019. Toch sprak hij eerder uit dat het na 4 jaar mogelijk tijd wordt om verder te kijken. Ook de club liet weten de trainer een mooie stap te gunnen. Stijn wil niet zeggen hoe groot hij de kans acht dat hij na dit seizoen uit Venlo vertrekt. Ja, het is niks. Dus ja, alles wat ik hierop zeg, welk percentage ik ook noem en welke club wel of niet mooi is, dat lees ik dan over een kwartier weer overal terug. Op dit moment is het niet aan de orde. Dus dat is voor mij eigenlijk het enige simpele van het verhaal. Het is niet aan de orde, is geen club heeft zich concreet gemeld bij zowel mij als bij VVV als bij mijn management. Dus is het gewoon VVV, punt. Manager voetbalzaken Stan Valks wilde niet voor de camera reageren op een mogelijk vertrek van Stijn. Volgens Valks ligt er wel een lijstje klaar met vervangers, mocht het zover komen. Feit is wel dat dit soort berichten, die waarschijnlijk alleen maar toenemen, voor onrust kunnen zorgen. Het gaat goed met VVV, die prestaties blijven niet onopgemerkt en er zijn nogal wat spelers met een aflopend contract. Voor mij is het niet onrustig. Alleen je merkt gewoon dat iedereen erover begint, iedereen binnen de club. Het is het gespreks... onderwerp van vandaag, iedereen die erover begint, terwijl ja, er niks is en ik me alleen maar aan het focussen ben op VVV, zo snel mogelijk veilig spelen en de wedstrijd tegen Vitesse. Dus ja, ik kan er wel redelijk mee dealen, maar het is ook de bedoeling dat de rest daar goed mee omgaat. Dat iedereen nog bezig is met dit seizoen. Er zijn nog 10 wedstrijden en we moeten ons nog veilig spelen. Dus nee, ik denk dat we niet, je leest dingen, je hoort dingen, maar nee, niet het gevoel dat er minder gepresteerd wordt op het veld. Op dit moment speelt dat nog totaal niet. In mijn hoofd tenminste niet. Het is nu vooral erg belangrijk dat we de 4, 5, 36 punten misschien zo snel mogelijk halen. En dan kunnen we over die andere dingen spreken. Ik bedoel, we hebben nog 3 maanden de tijd voordat het contract afloopt. Bij mij persoonlijk nu, de trainer heeft volgens mij nog een jaar contract. En niet alleen ik, maar ook met name de spelers die hebben zich gepresenteerd op het hoogste niveau. Een aantal hele talentvolle spelers die zich ontwikkeld hebben. En waarvoor misschien ook wel dadelijk de tijd gaat komen om een mooie stap te maken. Dat is voor de speler goed, dat is voor de club goed, want er komt er geld binnen. Dat is uiteindelijk ook de filosofie van de club. Spelers relatief jong binnenhalen of uit eigen opleiding of transfervrij bij andere clubs weghalen, ontwikkelen en doorverkopen. Nou ja, dan kun je een win-win situatie hebben. Nou, wij... als VVV zijn daar ook klaar voor als er ook desbetreffende spelers eventueel vertrekken. En zo is het verhaal. Zaterdag staat er weer een thuiswedstrijd op het programma. De nummer 7, Vitesse, komt op bezoek in de Kool. Als ploeg vind ik ze erg sterk. Ik vind ze individueel erg sterk. Ja, het is natuurlijk de ploeg die vorig jaar de beker heeft gewonnen. Wat gewoon goed in elkaar zit. Coach die daar die ploeg uitstekend neer heeft gezet. Vind ik er een goed geheel van heeft gemaakt. En die wat een ploeg is die lastig te bespelen is. We hebben uit weliswaar een punt gepakt. Vinden we het uit goed hebben gedaan. Maar nou, dit is ook een ploeg, zeker met de kwaliteiten voorin en op het middenveld, die ook uit het niets een goal kan maken. En dat zal een hele lastige tegenstander worden, maar dat weten we.
Ik schat Vitesse eigenlijk wel wat hoger in dan Groningen. Ik denk dat Vitesse ook een veel beter team heeft. En, ja, ik denk dat we het wel hebben laten zien tegen de betere teams tot we daar goed tot ons recht komen. Ja, het zou wat moeilijker worden hun te overrompelen dan Groningen hier een paar dagen geleden. Maar ja, we hebben ook in Arnhem laten zien dat we daar een punt kunnen pakken, langer de wedstrijd kunnen blijven. En dat proberen we nu ook. En ja, gaan er weer vol voor. Het vertrouwen is er en dat is heel belangrijk, denk ik. Ja, het vertrouwen is er natuurlijk. Ik bedoel, we spelen een heel, heel aardig seizoen. We maken het gewoon elke tegenstander moeilijk. En ja, dat geeft gewoon vertrouwen dat je niet in een wedstrijd gaat en denkt van oké, vandaag wordt het moeilijk überhaupt iets mee te nemen. En of je wilt de schade beperken, dat hebben we totaal niet. De vertrouwen zit erin en daarvoor gaan we weer vol. Stijn mist nog steeds Promes en Van Brugge vanwege hamstringblessures. Die eerste was deze week wel weer op het trainingsveld te vinden en kan wellicht zaterdag aansluiten bij de groep. In eigen koel waren de Venlonaren vaak succesvol tegen de Arnhemmers. Zo ook in de laatste ontmoeting tussen beide ploegen in 2012. En het VVV blijft ook maar wachten, maar dat kost toch ook kracht en concentratie. Van Ginkel, mooie trap, wat een knal, wat een goal. Ha, 10e minuut. Van Ginkel, Marco van Ginkel. Kullen. Dat is makkelijk om Kasia heen. Linsen. Ja, en daar is hij heen. Zomaar, Otsu. De marge is maar klein. En dus kan het zomaar ook goed gaan voor de thuisploeg. Maguire, Linsen. 2-1 voor VVV. Wat een prachtige treffer zeg. En Vitesse moet inderdaad oppassen. Otsu. Kullen. En het is 3-1. Daar is dan de beslissing. Dat wat al langer in de lucht hing dan de gelijkmaker. VVV gooit de plannen van Vitesse compleet in de war. De koel ontploft. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.